Door de komst van de grote vliegtuigen was de luchthaven Schiphol vooral in de zomermaanden te klein geworden. Nu is het stationsgebouw aanzienlijk vergroot en is er bovendien voor de jumbo's een extra pier bijgekomen. Aan die D-pier hebben de aviobruggen nu twee slurven gekregen voor beide deuren van het vliegtuig. Op de pier is een elektronisch systeem gemonteerd dat het de vliegers mogelijk maakt hun zware machines zo voor de pier te manoeuvreren dat de twee slurven van de bruggen precies kunnen worden aangesloten. Dit systeem verstrekt voor elk van de grote vliegtuigtypes, Boeing 747, DC-8 en DC-10, de juiste gegevens. Get us off. Doors may be open now. Volle vliegtuigen, die soms tot 400 passagiers tegelijk aanvoeren, kunnen op deze wijze veel sneller worden afgehandeld dan voorheen. Ruimte is een van de voornaamste kenmerken van de nieuwe D-pier, die evenals de andere door lange verbindingsspieren is verbonden met het sterk uitgebreide stationsgebouw. Er wordt al gewerkt aan de bouw van het toekomstige spoorwegstation van de lijn Schiphol-Amsterdam. Van dit station en nu van het parkeerterrein voeren hellingbanen, trappen en liften de passagiers naar de vergrote vertrekhal, waar charter- en lijnvluchten gescheiden worden afgewerkt. Alles is ook hier gericht op een snelle afhandeling. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de bagage nu dubbele transportbanden. Na het inchecken komen de passagiers via de paspoortcontrole in een ruim opgezette nieuwe lounge met twee verdiepingen. De reiziger vindt hier een zelfbedieningsrestaurant met 400 zitplaatsen. Er is ook een kleine ruimte waar passagiers zich even kunnen terugtrekken voor gebed. In de verbindingsgang naar de D-pier zijn de loopafstanden groot, maar er zijn rollende trottoirs voor mensen die ook nog voor zo'n wandeling terugschrikken. Op tal van plaatsen in het gebouw vinden de reizigers op monitoren permanente informatie over vertrektijden en opstelplaatsen van de vliegtuigen aan de instappieren. Deze informatie wordt verstrekt vanuit een regieruimte in de verkeerstoren, van waaruit ook de altijd anoniem blijvende omroepster haar instructies krijgt. De passagiers voor KLM vlucht 833 naar Frankfurt, Karachi, Bangkok, Singapore en Jakarta. Aanboord via uitgang D50. Your attention please, passengers for KLM flight 833 to Frankfurt, Karachi, Bangkok. Schiphol, met zijn 46 luchtvaartmaatschappijen waarvan de KLM de voornaamste is, telde vorig jaar bijna 8 miljoen passagiers. De vernieuwde luchthaven is duidelijk gebouwd op de groei. Op een jaarlijks aanbod van 18 miljoen passagiers.